Soms krijg je de vraag van de telefonisten: Waar gaat het precies over? Dat kun je namelijk ook met mij bespreken, hoor. En je hebt dan te maken met iemand die meer weet dan je denkt. Waarschijnlijk heb je namelijk de personal assistant of de directiesecretaris aan de lijn. En los daarvan dat zij de agenda van de directeur beheert, is zij vaak ook goed op de hoogte van alles wat er speelt op kantoor en in het hoofd van de directeur. Je zult dus de waarde van de afspraak eerst aan haar moeten verkopen. Voordat je ook maar één seconde met de beslisser zelf kunt spreken. Behandel haar als onderdeel van het beslissingsteam, van de DMU. Als je erin slaagt om een afspraak te maken, is zij ook degene die jou gaat ontvangen. Zorg er dus voor dat je haar niet onderschat. Als je aan de telefoon een brutale indruk maakt. Als ze dat ook doorgeven aan degene waarmee ze je wil doorverbinden. Kees, ik heb hier weer het een of andere kerel die met je wil praten over software of zo. Wat moet ik tegen hem zeggen? De grote kans is dat de directeur dan al lang door heeft dat het geen goede tijdsbesteding is. Maar als Willemijn tegen Kees zegt: uh, Kees, sorry dat ik je even lastig val, maar ik heb hier een leuke kerel aan de lijn die met je wil praten over Microsoft. Heb jij even tijd om hem te woord te staan? Je snapt al welke aanpak het beste werkt bij de receptionisten. De vriendelijke